السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس برود سنجسس وقبا اشتقتي نجيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. Gisteren hoorden jullie nog een video van mij dat een Marokkaanse moslim gecremeerd is. Wallahi, beste mensen, een paar uur later worden wij bericht door een aantal broeders en zusters. Volgens mij waren het stichtingen, ik weet het niet. En met het geval dat er een zuster is van 15 jaar jong, die is meegenomen door een Nederlandse uitvaart. En omdat de vader geen geld had, stond zij op punt om gecremeerd te worden. Zo snel gaat dat als je geen geld hebt en als je niet weet hoe het allemaal werkt. Subhanallah. En dankzij, alhamdulillah, de broeders en zusters die alert zijn, maar ook dankzij onze video's, weten mensen waar ze moeten zijn. En ze hoeven niet altijd bij ons te zijn. Ze kunnen bij elke islamitische willekeurige uitvaart zijn. Subhanallah. Het gaat erom dat diegene zo snel mogelijk gered wordt van crematie. Dat is ons doel. En voor die meneer, Marokkaanse meneer, gisteren is het te laat. En voor die andere meneer die op een niet-islamitische begraafplaats is begraven, is ook te laat. Maar we kunnen hem nog altijd redden als we zijn gegevens hebben. Maar wat ik wil zeggen is, wees alert. En als je dit soort gevallen meemaakt, benader een islamitische uitvaartzorg zo snel mogelijk, barakalofikum. Want we moeten deze mensen zo snel mogelijk kunnen redden. Want zoals je kan zien, dit meisje, Allahyarhamha, stond al op punt om gecremeerd te worden als wij niet zouden snel zouden handelen. Alhamdulillah, op dit moment is zij opgehaald door onze broeders. Dan wordt zij door onze zusters gewassen. En dan krijgt ze een rituele wassing en een janazegebed en een islamitische begraafplaats, zoals het hoort, alhamdulillah. Ik wil de broeders of de zusters die ons hebben benaderd, wil ik bedanken. Mogen Allah jullie belonen. En deze zuster zal op de dag des oordeels een getuige voor jullie zijn dat jullie haar hebben kunnen redden, alhamdulillah. Geer, totale kosten, beste mensen, 3200. Dus bij deze vraag ik, doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, ook al is het maar een euro. Barakalofikum, jazakumallahu khairan. En de vader, die heeft geen woorden voor ons, voor de ummah gemeenschap. En hij is blij dat zijn dochtertje is gered van crematie, alhamdulillah. Jazakumallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.